Ja, eerste helft spelen we wel aardig, denk ik. Spelen ze, ja, ze hebben geen schijn van kans. Dan staat het 1-0 in de rust en dan de tweede helft ja, doen zij wat anders. En dan vergeten wij te voetballen, denk ik. Dan krijgen ze twee kansen, ja, twee goals. Standaard situaties volgens mij voorzetten en mag gewoon niet. En dan ja, we voetballen de tweede helft niet om een goal te maken. En dat moeten we onszelf heel erg kwalijk nemen, denk ik. Ja, en zo sta je na 6 wedstrijden in de Jupiler League opeens met 3 nederlagen ook. Ja, dat klopt. Dat is heel slecht en daar moet zeker verbetering in komen. Misschien ook soms af en toe een beetje ongelukkig, maar dat mag ons gewoon niet overkomen. We moeten ervoor zorgen dat we hier gewoon afstand nemen, gewoon 2-3 naar voren staan. Dan is er niks aan de hand. Ja, je zegt het al, het is slecht, maar hoe ga je dat dan verbeteren? Nou, ik denk dat het spel af en toe vrij goed is. Ik denk dat Telstra niks te vertellen heeft hier eigenlijk, maar ja, we verliezen wel. En, ja, hoe dat kan, dat moeten we goed in de beelden bekijken. En dat moet anders. We moeten meedogenloos zijn, zowel verdedigend als aanvallend, denk ik. We moeten gewoon spelen om te scoren. En nu speelden we eigenlijk de tweede helft. Had ik het idee om een beetje arrogant, vond ik. Ja, aan balbezit heb je dus eigenlijk niks in die fase dan? Nee, niet als je geen kansen weet af te dwingen of als je niet speelt om te scoren. En dat zijn wij vergeten. Je ziet na die 2-1 dat we dat ineens wel kunnen en wel doen, maar ja, dan is het te laat. Ja, Jan Vreeman zegt de agressie ontbreekt, is dat het? Ja, misschien wel. Ik denk dat hij bedoelt agressie om te willen scoren. En wat ik zeg, we voetballen vrij aardig, maar ja, hè, er zitten geen kansen. Of in ieder geval, we spelen niet om te willen scoren en ik denk dat de trainer bedoelt. Dat moet beter. Ja, hoe nu verder dan voor de Graafschap? Nou, wat ik zeg, ik denk dat het veldspel vrij aardig is, maar dat we gewoon moeten. We moeten het gewoon afmaken, we moeten het gewoon killen. En we hebben ze bij de strot, maar ja, vergeet dicht te knijpen. Ja, en hoe ga je dat dan omdraaien, dat de volgende keer die strot wel dichtknijpt? Ja, dan moeten we het over gaan hebben van de week. En ik denk dat we het spel gewoon moeten houden zoals we spelen. We spelen denk ik vrij aardig en zo voelt het ook in het veld. Het voelt alsof er niks aan de hand is. Maar ja, je ziet met dit soort wedstrijden dat er in één keer met een corner of vrije trap zij gevaarlijk kunnen worden. En dat is ook gebeurd. Ja, wat doet dit dan met de ambitie? Nu een grijze middenmotor eigenlijk in de Jupiler League. Vooraf eigenlijk omschreven als titelkandidaat. Ja, nou ja, de stand op dit moment zegt niet zoveel, denk ik. Het gaat vooral om het spel wat je laat zien. En vorig jaar ook meegemaakt dat je met een goede serie doe je zo weer mee bovenin. Ja, dus wat jou betreft geen crisis bij de Graafschap? Ja, crisis. Crisis wordt altijd aangepraat. Ik denk dat we, wat ik zeg, ik vind dat we vrij goed spelen. En het zal wel, in het veld voelt het vrij goed. Alleen, we moeten het afmaken en dat vergeten we. En daardoor komen we misschien in een crisis, zoals mensen dan gaan zeggen. Ja, want de helft van de wedstrijden zijn verloren. Ja, dat klopt. Dat zijn harde cijfers en dat is gewoon slecht. Dat mag niet. Dat mag ons niet gebeuren.